Welkom bij een cursus in wonderen, werkboek les 116. Voor de herhaling 's ochtends en 's avonds. Herhaling les 101. Gods wil voor mij is volmaakt geluk. Gods wil is volmaakt geluk voor mij. Ik kan alleen maar lijden door het geloof dat er een andere wil is, los van de zijne. Herhaling les 102. Ik deel Gods wil dat ik gelukkig ben. Ik deel mijn Vaders wil voor mij, zijn Zoon. Wat Hij mij heeft gegeven, is al wat ik wens. Wat Hij mij heeft gegeven, is al wat er is. Op het hele uur. Gods wil voor mij is volmaakt geluk. Op het halve uur. Ik deel Gods wil dat ik gelukkig ben. Belangrijk bij deze les is om te weten dat gelukkig zijn niet afhangt van de omstandigheden buiten jou. Het is het ego dat denkt dat er eerst iets in de buitenwereld moet veranderen om gelukkig te zijn. En het is precies andersom. Je moet eerst gelukkig zijn en dan straalt dat uit op de buitenwereld. Omdat je daarmee impulsen stuurt naar het kwantumveld. En dan moet het kwantumveld wel responderen. En Marianne Williamson zegt dat ook heel mooi. Het ego zegt, zodra alles op zijn plaats valt, zal ik vrede vinden. Spirit zegt, vind vrede en geluk en alles zal op zijn plek vallen. Dus het is precies andersom. Het is een radicale beslissing om gelukkig te zijn. En dat betekent echt niet dat je altijd als een blij ei door de wereld loopt. Want ongeluk hoort ook bij het leven. Maar het is een staat van zijn. Het is een toestand waar je voor kunt kiezen. En deze zin zegt ook, wat Hij mij gegeven heeft, is al wat er is. Het is er al. Je hoeft het niet te zoeken. Het is nooit weg. Maar als wij ons ego de leiding geven, dan wordt het wel onzichtbaar. Dan komen er donkere wolken om ons licht, om ons geluk, die verhinderen dat we dat zien. En we zijn ongeluk ook natuurlijk gaan vinden. Gelukkig zijn is natuurlijk. Kijk maar eens naar kinderen, hoe vreugdevol die zijn. Hoe die het leven vol nemen en alles vol verwondering bekijken en ontdekken. Kinderen zitten vol levensvreugde. Levensenergie. Dat is natuurlijk. En als volwassenen zijn we bijna wantrouwend als iemand altijd gelukkig is. Dan zeg je dat kan niet. En ik heb ook eens een hele mooie oefening gedaan bij Daan van Kampenhout. Een hele mooie opstelling. En in de opstelling waren er twee plekken in de ruimte. Het leven is licht en het leven is zwaar. En tussen die twee punten werden twee rijen opgesteld. En de ene rij bestond uit mensen die hulpbron mochten zijn om jou te helpen om op je plek te blijven. En de andere rij met mensen waren hulpbronnen die jou hielpen om van plek te veranderen. En dan mocht je tussen die twee punten heen en weer lopen en voelen. Vind ik het leven zwaar of vind ik het leven licht? En heel intuïtief en niet op basis van wat sociaal wenselijk is. Puur is het leven licht voor mij of is het leven zwaar voor mij? En het bijzondere is dat als je bij het leven is licht stond, dat het soms best moeilijk was om daar te blijven. Dan kon je de hulpbronnen inschakelen
om op die plek te blijven. Omdat de energie op aarde vaak heel zwaar is. En mensen vaak ook helemaal niet goed kunnen omgaan met iemand die gelukkig is en lichtheid ervaart. Dan word je bijna naar beneden getrokken. Andersom was ook heel mooi om te zien. Als je stond bij het leven is zwaar en dat echt ook vol aanneemt, het aankijkt, het erkent en vooral jezelf daarin erkent, het leven is zwaar, dan kon er ook een spontane beweging komen naar een stap naar het leven is licht. Omdat de volledige erkenning het leven is zwaar je ook bevrijdt. Het zorgt ervoor dat je uit de slachtofferrol stapt. Omdat je aanvaardt wat is. En op het moment dat je dat doet, dan voelt het gelijk al lichter. En dan kon je de hulpbronnen gebruiken om van plek te veranderen. En dan zag je ook dat er toch steeds meer mensen naar het leven is licht getrokken werden. En een opstelling bij Daan van Kampenhout duurt vaak een uur tot anderhalf uur. Dan heb je een beetje een idee hoe langzaam die processen gaan. Maar zo prachtig om te zien. De natuurlijke staat van mensen is het leven is licht. En soms heb je dan door die donkere wolken van het ego heen te gaan. Waar we het in een aantal lessen geleden ook over hebben gehad. Maar als je door die donkere wolken heen gaat, dan kom je ook weer uit bij het licht. Een hele mooie oefening, die heel mooi past bij deze les.